Het is hoog zomer. De parlementsleden hebben bijna hun koffers gepakt. En dan nodigen we heel graag de voorzitter van dit parlement uit voor het gesprek, Lisbeth Homans, over een annus horribilis. Een jaar vol grote crisismomenten in dit parlement. Welkom, mevrouw de voorzitter. We zijn altijd heel blij aan het einde van het parlementaire jaar, of toch zo goed als, iedereen bijna in vakantiemodus, om u hier te hebben. En dan is de logische eerste vraag: hoe kijkt u nu zelf terug op het voorbije werkjaar? Ja, turbulent. Het was natuurlijk wel een normaal jaar in de zin van corona was ook definitief, hopelijk. Het eerste coronavrije jaar. Ja, maar tegelijkertijd toch ook wel heel veel strubbelingen en ja, ook zaken die in de regering moeilijk lagen. Maar dat is altijd in de regering. Stikstofdossier, heel veel moeilijke dossiers. Ja. Waar de coalitiepartners niet altijd op dezelfde lijn zaten. En dat vloeit dan ook uit naar het parlement. Ja, naar de fracties daar natuurlijk. Dat komt terecht in uw parlement binnen, ja, maar natuurlijk. Ja. Maar op zich is dat niet zo erg. Want dat zorgt natuurlijk ook voor interessante debatten. Ja, en leuke discussies. Maar het mag dan af en toe ook wel eens goedgekeurd worden. Op dat punt, we gaan er zeker op terugkomen. Ja. Was het wel een bijzonder interessant politiek jaar in de geschiedenis van het Vlaams parlement. Staat bijna in de records, denk ik. Nu, ook voor u persoonlijk niet altijd even gemakkelijk. Hè. Een paar keer afwezig met ziekte, uw moeder overleden. Dat zijn ook dingen die meewegen, laten we daar eerlijk in zijn, op het werk van iedereen. De koer, hè. Ja. Het overlijden van mijn mama en de manier waarop was absoluut niet aangenaam. Dat is voor niemand aangenaam. Nee. En ja, dat vreet een beetje aan een mens. En dan, dat wreekt zich ook op uw gezondheid. Ja, bon, dan ben ik twee keer afwezig geweest. Ja, maar op zich dan nu. Nee, maar het valt wel op als u er niet bent. Dan. Ja, het valt eigenlijk meer op dan bij iemand anders, mag ik toch zeggen. Maar ik denk dat dat vooral te maken heeft met het feit dat Philippe de Winter mij dan vervangt. Mm-hmm. Dat iemand is van het Vlaams Belang die dat in mijn ogen goed doet. En ook meestal neutraal doet en objectief. Maar moest dat nu gewoon iemand van een andere partij zijn, er zou niemand. Minder opvallen. Ja. Zou dat minder opvallen, denk ik. Maar, tenzij dat ze natuurlijk mijn persoonlijkheid missen, hè? Dat kan natuurlijk ook. Zeker en vast, daar twijfel ik niet aan. Maar Philippe de Winter, een oude vos moet men geen streken leren natuurlijk. In uw afwezigheid heeft hij wel handig misbruik gemaakt van zijn functie om daar plots een leeuwenvlag naast zich te poten, tot grote verbazing van velen, toch? Van iedereen, denk ik. Ja. Misschien zelfs van zijn eigen fractie. Mm-hmm. Ik vond het een beetje not done, zoiets. Want u zou dat zelf toch nooit in uw hoofd halen om dat te doen, denk ik? Moest ik dat willen doen, dan zou ik dat eerst voorleggen op het bureau. Mm-hmm. Zo'n ding is worden beslist op het bureau. Overleg. Overleg. Wij hebben bijvoorbeeld op ons tapijt, in de put zeggen wij altijd, dus is een hele grote Vlaamse leeuw ook mee inverwerkt. Dus wij hebben een Vlaamse leeuw, maar op zich is het ook niet zo raar dat er nu een vlag staat. Want in elk regionaal parlement staat de regionale vlag. Ja. Dat is in Brussel zo, dat is in het Waals parlement, dat is in het parlement van de Franse gemeenschap. Dat is overal. Mm-hmm. Dus op zich is dat niet vreemd. Maar ik heb ze laten staan, maar wel op een andere plek. Want ze stond wel behoorlijk in de weg. Ja, ze stond pal achter de zetel van de voorzitter. Er was geen bewegingsvrijheid meer en de mensen konden ook niet meer op dat scherm kijken. Ja. Ja, vreemd toch. Ja, Philippe de Winter, ik zeg, het is een lepe vos. Hij heeft er handig gebruik van gemaakt. En intussen staat hij er wel. Hè. Hij heeft zijn punt binnengehaald. Ja, zijn punt binnengehaald. Als je dat zo wilt zien, ja. Maar mij stoort die vlag uiteraard niet. Hè. Nee, want wie er kritiek op durfde uiten, dat was over eieren lopen natuurlijk. Hè. Want het gaat natuurlijk om het symbool van onze Vlaamse gemeenschap, zeker in deze feestweek. Ik zou er nooit kritiek op uiten. Maar ja, die heeft hier nog nooit gestaan. En ik ben ook nooit op dat idee gekomen. Mijn voorganger, ook een N-VA'er, Jan Peumans, was ook nooit op dat idee gekomen. Ik denk net omwille van dat tapijt en die grote Vlaamse leeuw al in die tapijt. Ja.
dat er eigenlijk nooit echt is over nagedacht van gaan we dat ook doen. Ja. Leeuwen en ze staat er en ze zal er blijven staan. Oké, Leeuwen en Leeuwinnen genoeg in het parlement. Die hebben wel af en toe stevig gebruld, moet ik zeggen. Want het begin van het parlementair jaar begon al heel slecht met uitstel van de septemberverklaring. Grote crisis binnen de Vlaamse regering over dat beruchte groeipakket. De oude kinderbijslag. Ja. Niet leuk om zo te moeten starten, natuurlijk. Het was vooral niet leuk dat de septemberverklaring werd uitgesteld. Ook het debat werd dan uitgesteld. Ja. Maar ik denk dat het vooral niet leuk was voor Jan Bon. Ja. Dan voor het parlement. Het parlement moet maar beschikbaar zijn, hè. Je weet dat. Ja. Je bent parlementslid. Het is niet van 9 tot 5 dat je moet werken. En ja, dan schuift dat gewoon 2 dagen op. En met het resultaat dat je dan zaterdag debatteert in plaats van woensdag of donderdag. Woensdag, ja. Ja. U hebt er zelf aan verwezen dat Veesal, zeker op dat ogenblik, op die groeiende oneenigheid tussen die coalitiepartners natuurlijk. Hè. Zeker op dat ogenblijk met de nieuwe CD&V-voorzitter, Sammy Mehdi. Mm-hmm. Dat begon te wringen. En dat voelt u toch ook binnen het parlement? Ik voel dat zeker binnen het parlement en zeker ook met nieuwe voorzitters. Vanaf dat er nieuwe voorzitters komen in een bepaalde partij, pak nu Sammy Mehdi of pak nu Tom Ongena is nu zelf parlementslid. De allernieuwste. Ja, is nu de allernieuwste. Maar vanaf dat voorzitters zich beginnen te moeien en uitspraken te doen over wat dat er in een regering moet gebeuren, dan kan je ervan op aan dat het heel moeilijk gaat zijn om een akkoord te bereiken. Want dan gaan de coalitiepartners in de regering natuurlijk ook zeggen van ja, maar uw voorzitter gaat niet dicteren wat wij moeten doen. Ja, natuurlijk niet. En u hebt er wel wat, ziet u zegt het zelf, hebben er een nieuwe bijgekregen. Ja. Tom Ongena nu, naast Jeremy van Eekhout en naast uw eigen voorzitter, Bart De Wever, Conor Rousseau. Dus ja, dat is wel interessant voor het parlement natuurlijk. Ja, als ze zich niet te veel moeien. Denkt u dat misschien in stilte? Maar Jeremy Eekhout moeit zich... Van Eekhout. Die moeit zich eigenlijk niet echt, vind ik. Zit natuurlijk ook wel in de oppositie. Ja. Die heeft wel kritiek, maar dat is logisch vanuit de oppositie. Tom Ongena heb ik altijd een zeer goed parlementslid gevonden. Het was een nieuweling, maar een zeer goed parlementslid. Ja. Ik weet niet of hij een goede open VLD-voorzitter gaat worden. En ik weet niet afwachten. Of dat hem dat met heel veel plezier gaat doen. Maar dat zullen we moeten afwachten. Ja, het is geen cadeau, denk ik, hè, op dit ogenblik. Nee, ik denk het niet. Nee. En voor de rest, mijn voorzitter... ik spreek nu eventjes als N-VA'er. Ja. Bart De Wever, denk ik ook niet dat hij zich al zoveel gemoeid heeft met de, met de Vlaamse verkiezingen. Ja, maar met de Vlaamse verkiezingen, met de Vlaamse regering en met wat er hier bediscussieerd wordt. Nee. Hij is eerder bezig met het federaal niveau. Hij zit wel hier als parlementslid, maar als voorzitter is hij vooral bezig ook met het federale niveau, waar we niet in zitten. Juist, waar er ook geen Vlaamse meerderheid is. Dus ja... ja. En dat zal dan ook tegen elkaar volgend jaar worden afgewogen. Die deelname van N-VA in de Vlaamse regering tegenover het oppositiewerk federaal. Maar u zegt het zelf, Bart De Wever bemoeit zich niet, maar op het grootste crisismoment, namelijk stikstof, heeft men wel alle partijvoorzitters geconvoqueerd, dan nog zelfs in Antwerpen, om te zien hoe geraken we er hier uit. Hè? Dat was toch wel een serieus crisismoment. Ja, ik persoonlijk vond dat niet zo'n verstandig moment. Waarom niet? Ja, om dat zo openlijk te doen. Ja. Ik vind als dat zou het risico zien. Ja, natuurlijk. De pers stond daar allemaal. Het was ook, iedereen wist waar en wanneer het ging plaatsvinden. En als je crisissen echt wilt oplossen, dan doe je dat in een achterkamertje. Ja. En niet met de camera's erbij. En dan komt iedereen buiten en dan leggen ze verklaringen af. En dat is afgesproken, zegt persoon X dan. En persoon Y zegt dan van nee, dat is helemaal niet waar, dat klopt tuurlijk. Niet. Dus als je crisis wilt oplossen, dan moet je je terugtrekken ergens in een achterkamer. Mm-hmm. Of ergens waar dat ze niet weten waar dat je zit, maar niet. Nee, natuurlijk. Nu, Jan Bon heeft dat wel geprobeerd om een paar keer in alle stilte tot een groot vergelijk te komen. Maar ja, dat was onmogelijk. En dan kregen we redelijk ongezien in de geschiedenis van het Vlaams parlement, bijna de val van de regering. Hè. Eén partij, misschien CD&V, die eruit wilde of die men eruit wilde zetten. Maar de regels van het spel maken
Het is niet zo gemakkelijk om hier een regering te laten vallen. Hè? Dat hebben we ook eens gemerkt. Plotseling, niet alleen in de tekst van de reglementen, maar gewoon ook in de praktijk. Hebben we het nu gezien? Ja, maar wij zijn een legislatuurparlement. Mm-hmm. Dus dat is helemaal anders dan de federale parlement, ja, de federale regering. Die kan eventueel nog vallen, hè? Vervroegde verkiezingen, dat is hier onmogelijk. Bij ons kan een regering vallen, dan moet die gewoon vervangen worden. Ja. Maar er zijn geen nieuwe verkiezingen, er worden dan geen nieuwe verkiezingen uitgeschreven. En als je natuurlijk stoere verklaringen aflegt als voorzitter van een bepaalde coalitiepartij, en ja, uw andere twee coalitiepartners blijven zij aan zij zeggen nee, daar doen we niet meer mee, ja, dan creëer je toch wel een klein beetje uw eigen ondergang. Ja, natuurlijk. En dan zag je ook dat, ja, is dat nu een constructiefoutje in de opbouw van dat legislatuurparlement? Misschien zou het ook wel beter zijn dat een regering gewoon kan vallen. En misschien nieuwe verkiezingen ook Vlaams uitlokken, ik weet het onze niet. Regering kan vallen. Ja, laat we eerlijk zijn, het is nog nooit gebeurd. Het is nog nooit gebeurd, maar het kan. Het was nu ook wel heel moeilijk in de praktijk om dat te kunnen doen. Ja, maar dan moet je ene partner vervangen door een andere en ja. En je moet dan nog een meerderheid hebben natuurlijk. Ja. Hè? En hier is het ook moeilijk met die gewesten en die gemeenschapsbevoegdheden. Ja, tuurlijk. Met die Brusselaars. Dus in de praktijk is het bijna niet mogelijk, hè? Maar het is niet onmogelijk. Maar het is niet onmogelijk. Het is inderdaad nog nooit gebeurd. Ja. Maar ik denk dat beter de federale regering al een tijdje geleden was gevallen dan de Vlaamse in ieder geval. Oké, ja. Kunnen we terugkijken naar voor 19, toen jullie er de stekker hebben uitgetrokken met of met ervoor, de Alexander De Croo. Juist, ook al. Hè. Dus er zijn voorbeelden genoeg. Voilà. Maar hier is het niet zo eenvoudig. Nog een element dat heel vaak in het parlement aan bod is gekomen, waar ook wat crisis rond was, heel de kinderopvang. Hè. Mm-hmm. Nee, daar heeft Wouter Beek dan ontslag voor moeten nemen. Dat zware dossier, want dat kunnen we niet ontkennen, is dan in de handen van Hilde Krevits gekomen. Ja. En ja, het ene probleem na het andere bleef maar opduiken. Er zijn heel veel vragen, discussies ook geweest in het parlement daarover. Ja, nog altijd. Ja. Het is een schrijnend dossier natuurlijk, maar langs de andere kant vind ik het wel goed dat dat nu ook allemaal naar boven komt. Mm-hmm. En dat is heel jammer wat dat er gebeurd is. Hè. Dus ik betreur dat overlijden van die kindjes, uiteraard. Ja. Maar door het feit dat ook allemaal naar boven komt en niet gewoon in de doofpot wordt gestopt en hier openlijk aan over gediscussieerd worden, commissie welzijn, is er ook om de zoveel maanden of weken een voortgangsrapportage over kinderopvang en dergelijke, denk ik wel dat het de werking ook van het agentschap en van het kabinet van welzijn ook op scherp heeft gezet. Ja, want het was misschien ook een wake-up call om te zien, ja, werken onze Vlaamse departementen allemaal wel even goed? En dat bleek ook niet het geval. Mm-hmm. De beruchte verrommeling, hè, dat alle bevoegdheden door elkaar lopen, dat niemand weet wie wat doet. Het niet doorgeven van gegevens, dat is altijd al een pijnpunt geweest. Mm-hmm. Dat was toen ik schepen was, dat was toen ik minister was. Altijd het doorgeven van informatie van de ene administratie naar de andere administratie. Dat is dikwijls gewoon... Een hardnekkig fenomeen. Ja, maar ik hoop met de digitalisering, waar dat toch ook volop wordt op ingezet, ook door Jan Bon, maar ook hier in dit parlement, dat toch wel gaat verbeteren. Ja, we zullen het met u hopen. En nu kreeg je dan trouwens met de kinderopvang plotseling... Hoe zal ik het zeggen? Een paar waakhonden op de publiekstribune, jonge ouders die daar met hun kleine kindjes, hun baby's, kwamen meekijken en luisteren. Maar niet altijd tot even groot genoegen van iedereen, had ik soms de indruk. Men vond dat eigenlijk niet leuk. Niet leuk is veel gezegd, maar als je over ernstige thema's aan het discussiëren bent in het parlement, je hebt een debat bijvoorbeeld over kinderopvang, kan ook over een ander thema zijn. Zo'n kleine kindjes, die kan je natuurlijk moeilijk stilhouden. Hè? Ik bedoel, mijn kinderen zijn ook ooit, een hele tijd geleden, klein geweest en ook jong geweest. En ik weet wat dat is. Mm-hmm. En die maken lawaai. En wat eigenlijk mij vooral stoorde, want ik zie dat natuurlijk vanuit een ander perspectief. Mm-hmm. Ik zie de zaal in, ik zie ook de tribune. Ik zie die soms over de leuning hangen.
Heb je dan schrik dat er iets gaat maar gebeuren? Maar ja, dat ik gewoon schrik heb dat er iets gaat gebeuren. Dat er iemand van die peutertjes gewoon erover gaat slagen. Ja, en dat kan niet de bedoeling zijn. Dus ik heb wel onze onthaalmedewerkers de opdracht gegeven om dat goed in doog te houden. Ja, want tegelijk mag u toch heel blij zijn dat er zoveel belangstelling is. Ik denk dat het ook historisch niet zo vaak gebeurt. Dat er week na week na week mensen komen om te kijken hoe loopt dat hier allemaal. Fantastisch. Ja, ik denk nu dat ze echt komen om te kijken... hoe dat het eigenlijk echt loopt. En zeker die peuters niet, want wat hebben die eraan? Druk uitoefenen. Ja, een beetje laten zien. Want wij zijn hier en wij willen dat er oplossingen komen in dat dossier. En dat is hun volste recht. Mm-hmm. Dus ik heb er geen enkel probleem mee. Maar ik wil niet dat die kinderen en dat die peuters gevaar lopen. En dat gebeurt soms wel. Oké. Okay. Het is goed dat u dat zegt, want velen vonden dat u een beetje een te strenge tante was. En ook rond borstvoeding en wat weet ik al, maar moest allemaal verdwijnen. Dat was een groot misverstand, Dat is dus nooit gebeurd, voor alle duidelijkheid. Er is nooit iemand gaan zeggen van, u mag geen borstvoeding geven. Hè. Er zijn wel mensen gaan zeggen, mensen van het onthaal gaan zeggen van, wilt u alsjeblieft uw kindje op uw schoot nemen? Ja. Of in de stoel naast u zetten. Maar niet over de leuning of op die leuning gaan zitten, alsjeblieft. Oké, dan is dat daarmee rechtgezet. Rond het parlement zelf duikt nu ook op... kan een parlementslid altijd wel voldoende de hand leggen op een aantal documenten? Ik verwijs nu naar de beruchte consultancy-opdrachten, waar ook de ministers met miljarden of miljoenen gegoocheld hebben. Op dit moment is het nog altijd niet duidelijk. En moeten sommige parlementsleden dan in het holle van de nacht duizenden documenten gaan doornemen? Dat klinkt toch allemaal bijzonder vreemd? Of is het een stunt, in dit geval van Thijs Verburgt van Vooruit, die hier graag een punt van wil maken? Ik denk dat die er wel ook een punt van wilde maken, omdat natuurlijk de media was ook ingeseind. Er werd gevraagd of dat er ook een cameraploeg mocht komen filmen terwijl hij daar 's nachts, 's avonds zat. Of dat de ochtend ook mocht komen, of dat er nog andere cameraploegen of journalisten mee mochten. Ja, dus dan denk ik wel dat het een stunt was. Is hij oprecht bezig met dat dossier? Ja. Ja. Mm-hmm. Maar het is wel zo dat wij ook in consultancy... het grote probleem is van... Wat valt er eigenlijk allemaal onder consultancy? Wat is de definitie? Ja. Bijvoorbeeld insourcing. Is dat ook als je bijvoorbeeld geen IT'ers vindt... Mm-hmm. Omdat ze gewoon niet voor het Vlaams parlement willen komen werken of voor de Vlaamse overheid willen komen werken. Dan moet je ze elders gaan zoeken. Maar dat is gewoon tijdelijk inhuren om een programma te maken, bijvoorbeeld een computerprogramma. Maar dat is geen consultancy. Hè? Ja. Consultancy is iets eenmaal anders en dat is gewoon allemaal op één hoop gegooid. En dan is die informatie allemaal vrijgegeven. En dat kost natuurlijk wel veel tijd om al die documenten door te nemen, maar er bestaat ook wel zoiets als privacy. Dus je kan niet zomaar mensen met naam en toenaam open en bloot laten inkijken door alle parlementsleden, ook al hebben die dan een geheimhoudingsplicht. Ja. Dat is een risico natuurlijk. U weet ook hoe dat gaat. Ja. Het is altijd wel interessant als parlementslid om een beetje populair te maken bij de journalisten, om toch iets te laten... Wie zat daar nu? Wie zijn de grootste, et cetera? Ja. Maar goed, Matthias Diependalen is dat nu allemaal aan het uitklaren. En binnenkort zullen we dan wel weten, waarschijnlijk, hopelijk, hoe het in elkaar zit. Wat we hier ook bij Vlaams Parlement TV wekelijks volgen, zijn natuurlijk de actuele vragen. Mm-hmm. Daar zijn ontzettend interessante vragen bij, waar we graag op ingaan. Maar geef toe, soms denk ik toch ook, jongens en meisjes, waar zijn we hier over bezig? Niet? Ik vind de ene vraag ook al veel interessanter dan de andere, dat geef ik eerlijk toe. Maar ik denk dat ons systeem, dat iemand een vraag stelt, de minister antwoordt en de vraagsteller krijgt nog een repliek. Mm-hmm. En dan mag iedere fractie die niet van voor staat, mag er nog eens aansluiten. Ik zou dat graag willen veranderen. Ik heb dat ook al op tafel gelegd in het begin van de legislatuur. Maar dat is toch een leuk debat? Dat is geen debat. In de meeste gevallen is dat geen debat. Dat zijn gewoon mensen die van hun laptop een tekst aflezen die gemaakt is door de medewerker. En die gewoon ook niet naar de vraag hebben, meestal niet naar de vraag hebben geluisterd. Die komen binnengewandeld, terwijl dat eigenlijk de minister al aan het antwoorden is. Die willen gewoon een punt maken. Die willen gewoon een punt maken, maar dat heeft ook te maken, en dat vind ik zeer jammer,
met hoe de rapporten van de parlementsleden worden gemaakt door de media. Ja, dat gaat nu opduiken allemaal in het licht van de verkiezingen. Ja, wie is het beste parlementslid van Vlaanderen? Het gaat niet over kwaliteit, maar het gaat over kwantiteit. Ja, degene die de meeste mondelinge schriftelijke vragen etc. gesteld heeft, is zogezegd het beste. In het parlement. Ja. En daar bent u het niet mee eens? Nee, absoluut niet. Het is niet omdat je elke keer bij elke actuele vraag tussenkomt dat je en afleest wat uw medewerker heeft voorbereid, dat je een goed parlementslid bent. Ja. Absoluut niet. Oké, de media zijn gewaarschuwd, dan moeten ze maar een ander systeem bedenken. Op kwaliteit, maar niet op kwantiteit. Ja. Want er zijn bijvoorbeeld ook parlementsleden die geen vaste commissie hebben. Ik geef maar een voorbeeld. Ja. Ja, niet iedereen zit in een commissie. Hè. Dat kan ook niet. Hè. En je hebt grote fracties en je hebt kleine fracties. En in een grote fractie, zoals N-VA en Vlaams Belang, moet je al veel meer gaan verdelen. Ja. Terwijl dat je in andere, kleinere fracties echt wel mensen kunt zetten op specialismen en zeggen van, dat is nu echt uw ding. Ja. Dus dat is echt... Daarmee zegt u eigenlijk, een grote fractie zijn is niet altijd een voordeel. Wat dat betreft niet mee. Nee. Omdat je natuurlijk alle bevoegdheden moet verdelen en moet opsplitsen dan nog eens per persoon. Maar je moet de parlementsleden afrekenen op hun kwalitatief werk en niet kwantitatief. Ja. Één parlementslid springt er natuurlijk altijd uit en ze heeft dan een spectaculaire comeback gemaakt, El Kawakibi. Twee medewerkers die er dan al dan niet kwamen. Comeback, Ja, ze is toch terug in het parlement op een zitting. In haar maagdelijk witte verschijning, bedoel u? Ja, denk ik. Ja. Maagdelijk wit. Ja. Zegt u ironisch. Mm-hmm. Ja. Iedereen heeft geprobeerd om daar van alles mee te doen, maar ja, ze heeft het recht om hier te zitten. Medewerkers te vragen enzovoort. Hè. Tot spijt van wie het benijdt. Ja, dat is een zeer kwalijke zaak. En de mensen begrijpen ook niet dat ik haar niet kan ontslaan. Mm-hmm. De mensen, en ik snap dat ook dat de mensen dat niet begrijpen. Maar een parlementslid is niet gewoon een werknemer. Nee, is ook door de mensen in het parlement gezet, natuurlijk. Ja, een parlementslid is geen gewone medewerker. Tuurlijk niet, geen werknemer die een arbeidsovereenkomst afsluit met een werkgever die dan vervolgens zegt van, dat moet u doen, dat zijn uw taken, dat werk moet u verrichten. Ja, u bent de CEO niet van een firma, bijvoorbeeld. Nee, ik ben hier de baas van niemand. Ja. Behalve misschien nog van de mensen die op mijn klein kabinetje werken. Ja. Maar voor de rest... En moet u orde in de zaak of in de zaal houden. Hè? Zo ik bedoel, maar die tekenen ook geen arbeidsovereenkomsten. Nee, maar het is inderdaad, sorry dat ik u onderbreek, maar het is inderdaad de kiezer die beslist. En in 9 juni 2024, ik ga ervan uit dat zij niet meer gaat opkomen. Ja, en dan is het ook aan de mensen om te zeggen wat mevrouw El Kawakibi gedaan heeft. Wij vinden dat goed of slecht en dan komt ze terug of niet terug. Ja. Nu, we gaan daar niet te lang bij blijven stilhangen, maar wat ik mij afvroeg, u bent dan de voorzitter, u moet waken ook over het welzijn van al uw parlementsleden. Hebt u contact met haar ooit gehad over die kwestie? Persoonlijk? Ik ben één keer aanwezig moeten zijn op een huiszoeking als parlementsvoorzitter, omwille van het feit dat haar onschendbaarheid nog niet was opgeheven. Mm-hmm, en zolang dat die onschendbaarheid bestaat, dan moet de voorzitter, parlementsvoorzitter meegaan. Maar voor de rest heb ik daar geen contact mee. Nee. Je hebt ook geen behoefte om eens te vragen, hoe kunnen we dat hier op een deftige manier oplossen? Nee, ik zie ook totaal geen inspanningen van haar kant. Ik zie alleen maar nieuwe doktersbriefjes binnenkomen. Dus u verwacht ook niet dat ze hier nog volgend... parlementair jaar, dan volgend werkjaar gaat terugkeren? Nee, absoluut niet. We gaan het zien. Want u hebt er gisteren in uw 11 juli toespraak ook op gewezen. Dat is natuurlijk schadelijk voor het imago van de parlementsleden. Absoluut. En u zegt, het vertrouwen in de politiek staat er op een dieptepunt. De volksvertegenwoordiger wordt afgeschilderd als een graaier enzovoort. Dat moet stoppen, hè. U neemt het op voor uw parlementsleden. Ja, absoluut. En ik denk niet alleen opnemen voor mijn parlementsleden, maar ook het voortouw nemen als Vlaams parlement. We hebben hier al heel veel gedaan aan ons statuut. Bijvoorbeeld ook als u vanaf de vijfde week dat je afwezig bent, dan verlies je 40% van de parlementaire wedden, wat toch wel niks is. Ja. Niet niks is. In de andere parlementen zijn ze niet willen volgen. U bent daar een voorbeeldfunctie, hè? Ja.
Maar het is wel gemakkelijk natuurlijk als de andere parlementen gewoon zeggen van nee, wij doen het niet. Ja, dat is zo. Wij doen het niet, ook in heel het, de zaak van de pensioenen. Dus de rel die er ontstaan is, met, dat was alleen in de Kamer, dat heeft zich niet voorgedaan in het Vlaams parlement of in, bij mij weten in een ander parlement, enkel in de Kamer, met twee ex-Kamervoorzitters. Hebben wij ook gezegd van ja, oké, aan dat hier pensioen... Hier achter de schermen gebeurt er geen vreemde dingen, nee, dat weten we. Absoluut, nee, dat is absoluut niet zo. Ja. En hebben wij ook gezegd van een parlementslid mag een deftig pensioen hebben, net zoals iemand anders. Hè. Maar er is wel een bepaalde grens. En bij ons is, we hadden dan afgesproken op de conferentie van de voorzitters, dat is met de 9 voorzitters van de verschillende assemblées. Ja, die bij Rijks zijn. Er veel. Ja, ja, ja. Zijn er veel. Het gevolg van het federalisme natuurlijk. Voilà. Ja, voilà. Er is afgesproken dat de grens Wijnings, dat is ongeveer in een grond af, 7.800 euro. Dat plafond, dat de grens, hè, het plafond, dat je niet meer mag verdienen. Het maximale parlementair pensioen dat iemand nog kan halen, maar de mensen die er nu in zitten, Die gaan er nooit geraken. Ja. Is 6.800 euro. Maar je hebt natuurlijk ook parlementsleden die cumuleren. Die naast parlementslid ook een uitvoerend lokaal mandaat hebben. Of advocaat zijn. Juist, of vrij beroep, zelfstandig ondernemer zijn. Ja. En die kunnen wel, omdat het met die cumul, kunnen die wel tot aan dat plafond geraken. Want dan hebben wij ook gezegd, stop. En wij hebben dat, denk ik, dinsdag op een extra bureau besproken. Dat was unanimiteit. En woensdag hebben wij dat gestemd. In de andere parlementen zegt men, ja, we zijn de teksten nog aan het bekijken. We zijn nog juridisch advies aan het vragen. Dus weer al het Vlaams parlement dat het voortouw heeft genomen, ook het goede voorbeeld heeft gegeven en de andere parlementen volgen niet. Dat strekt u tot eer, zou ik zeggen. Dit parlement, maar ik zou eigenlijk liever hebben dat de rest volgt. Ja, ook al alle klanken die we horen over er zijn te veel parlementsleden, maar ja, er is maar één oplossing. Alle parlementen moeten er dan ook wel mee akkoord gaan. En de Kamer moet dan ook een grote ruime meerderheid hebben om het allemaal te kunnen realiseren. Ja. Dus beloven is één ding, het in de praktijk omzetten is natuurlijk een ander. Hè. Nu, in september begint het laatste werkjaar van deze legislatuur. Iedereen in verkiezingsmodus, hè. Niks aan te doen. Maar ik heb opgeroepen. Ja, ik weet het. Ik heb opgeroepen om dat niet om dat niet te doen. Maar is dat niet een beetje een illusie? Dat weten we nu toch ook, dat ja, maar er waarschijnlijk... zijn, kijk, er zullen wel mensen zijn die al in campagnemodus zitten. Maar ik hoop dat maar voor een gedeelte. En dat ze ook nog heel veel tijd steken in hun parlementaire werk. Want er zijn nog zoveel dossiers die moeten opgelost worden. Er zijn nog zoveel dossiers die moeten besproken worden in commissies. Dan in de plenaire gestemd moeten worden en dergelijke meer. Het ligt echt nog heel veel werk op de plank. En dat die verkiezingen niet dat werk gaan beïnvloeden of onmogelijk. Maar nu... echt heel belangrijke dossiers. Hè. We zeggen altijd van, met ons onderwijs, het is heel jammer dat we altijd aan het dalen zijn in rankings. We waren ooit bij de top van de wereld. Ik denk dat het ook onze ambitie moet zijn en blijven. Ik denk dat dit ook iets van de regering om dat terug te bereiken. Ja, ja. En er moeten dan nog heel veel hervormingen komen. Het beroep moet ook aantrekkelijker gemaakt worden. Juist. Ja, dat was ook een van de moeilijkste dossiers voor uw partijgenoot Ben Weitz natuurlijk. Ja, absoluut. Om daar zijn tanden in te steken. Die is er wel heel hard mee bezig en krijgt ook wel heel veel steun van zijn coalitiegenoot. Ja, en wat dat betreft zeker, het stikstofdossier duikt nu weer op. Ja. Nu zegt men al dat gaat nooit nog gestemd geraken voor het einde van deze legislatuur. En dan zitten we weer vast. Het is eigenlijk jammer dat er was een akkoord. Fel bevochten, hè? Er is hard gebikkeld. Oké, maar er was een akkoord. En dan is het ontslag van minister Beke gekomen. Hilde Krivits heeft hem dan vervangen. Hilde zat eerst aanvankelijk op het departement landbouw. Dan is Jo Broens gekomen. Dat akkoord was niet afgesloten in aanwezigheid van Jo. Die voelt zich denk ik niet zo gebonden door dat akkoord. Ik weet het niet. Maar het blijft maar duren. En als er geen akkoord komt, en ik denk dat veel mensen zeggen van ja, zeg stikstof. Wat interesseert mij dat? Maar dat is wel heel belangrijk. Want als we zien wat er in Nederland is gebeurd, los van het feit dat de regering daar gevallen is... Ja, die zijn er ook al over gevallen.
is dat je natuurlijk in een situatie terecht kunt komen dat je niks meer kan doen. Mm-hmm. Hè? Geen wegenwerken meer kunt doen, dat je geen huizen meer kunt bouwen, dat je niks meer kunt doen. Hè? Maar dat zou nu toch wel heel erg zijn, want dat dossier gaat van in het begin van deze legislatuur mee naar het einde. En dan gaat het waarschijnlijk naar de volgende Vlaamse regering. Ja, natuurlijk. Van maar vorige legislatuur. Ze gingen het nu proberen op te lossen en een akkoord te bereiken. En er was ook een akkoord. Ja, maar je ziet, de Boerenbond de duurzaamheid, is sterker dan we denken. De Boerenbond is sterker dan we denken, via Jo Broens. Dat is een mooie... Of Lode Stelsen. Ja, we zullen dan wel zien. Hè. We zijn intussen aan het einde van ons gesprek gekomen. Ik kan niet te veel vragen over uw toekomst, want daar gaat u toch niet te veel over vertellen, denk ik. Dat gaan we... Dat hebt u juist misschien... ingeschat. Juist. Kijkt u wel eens naar Vlaams Parlement TV? Ja. En wat vindt u ervan? Nou, goed. Mm-hmm. Ik vind zeer goed dat we als parlement hebben geïnvesteerd in deze studio bijvoorbeeld. Ja. Ik vind dat veel aantrekkelijker dan de vorige studio. Ja, de geïmproviseerde. Ik vind dit veel professioneler. En wat ik eigenlijk ook wel leuk vind, we zitten hier in het bezoekerscentrum van het Vlaams Parlement. En als hier bezoekers komen, dan kan je eigenlijk zo een mini zevende dag organiseren. Mm-hmm. Ja, dat er mensen... Ja, maar dat er mensen kunnen... Ja, er is ambiance. Ja, dat er mensen kunnen kijken en luisteren. Ja. Ze moeten dan wel een beetje stil zijn. Ja. Hè. Maar nee, ik vind het goed. U bent ook een goede vervanger van Jan de Meulemeester, die het ook altijd zeer goed heeft gedaan. Ja, zonder enige twijfel. Bedankt voor het compliment. En ja, dan maken we een nieuwe afspraak binnenkort zeker voor dat laatste werkjaar. Bedankt en alvast ook een deugddoende vakantie toegewenst na een jaar. We zijn er nog niet. Hard werken, we zijn er nog niet, maar het komt er wel aan. Oké, dank u wel voor uw hetzelfde.